Goed, we gaan even kijken hoe we in Inkscape met de extensie, de uitbreiding LaserCut Jigsaw, een puzzel kunnen maken. We klikken op uitbreidingen. Daar kiezen we voor renderen. En dan kiezen we voor LaserCut Jigsaw. We zetten de eenheid op centimeter. We kiezen als breedte 10 en als hoogte 6. Waarom? We hebben toch een foto van 13 op 9. Om de heel eenvoudige reden dat we er ook nog een kader gaan rondzetten. Die kader geven we een breedte van 10. Geen breedte van 10. Jawel, een breedte van 10, want dat zal in millimeter staan. En voilà. Goed. Puzzelstukken nemen we 4 op 4. En het onderbord gaan we aan de rechterkant plaatsen. Apply, close. Goed, we zien hier onze puzzel verschijnen. We gaan het onderbord, knooppunten, gaan we iets groter maken, zodanig dat we daar nog een tekst kunnen onderschrijven. Plaats dat ook een klein beetje weg. En dan zie ik dat tussen twee knooppunten dat nog open is. Ik ga dat moeten sluiten. Ik selecteer het ene knooppunt. Ik selecteer het andere knooppunt. En dan ga ik het pad geselecteerde eindpunten verbinden met een nieuw segment. Voilà. Goed, dan krijg ik het volgende. Ik ga het nog een klein beetje groter maken. Dan ga ik daar een tekst bij plaatsen, uitbreidingen. Dan gaan we naar renderen en kiezen we voor Hershey tekst. Voilà, we kiezen de tekst. Mijn papa is de beste. Apply. Close. Even zoeken. Ah, die staat hier van onder. Goed, ik ga die hier erin brengen. Ik ga die mooi centreren door deze te selecteren. En deze te selecteren en dan te gaan centreren rond een horizontale as. Goed, dan selecteer ik het geheel. En dan ga ik naar bestand, documenteigenschappen. En dan kies ik pagina schalen naar inhoud, pagina schalen naar tekening of selectie. Oké. Goed, en dan heb ik nu een bestand dat klaar is om door te sturen naar de laser.